Het is vandaag maandag en vanavond om 7 uur is er een nieuwe persconferentie waarin de maatregelen bekend worden gemaakt. En ik ga de mensen vragen wat ze hiervan vinden. Wat vinden jullie van de nieuwe maatregelen? Nou, ik vind het niet heel fijn. Ja, maar moet. Ja. Zat eraan te komen, hè? Ja, ik vind het goed. Ik vind het goed, dat, niet van de scholen, dat vind ik veel te lang. Maar, en van de winkelcentra, van die supermarkten, daar loop je denk ik ook heel wat gevaar, hoor. Het is nodig. Ja. Misschien hadden ze het eerder moeten doen. Ja. Achteraf gezien. Want het is toch allemaal wel heel erg slepend geweest en een beetje aangemodderd. Dus ja, hoe heftig het ook is, ik denk wel dat het goed is, ja. Ja, het zal nodig zijn. Het zal nodig zijn, dan komen we er niet onderuit, denk ik. Ja, want dus. Het is natuurlijk ook vooral in de stad heel erg druk. Ja. En denkt u ook. Dat met deze maatregel het minder wordt, de verspreiding? Nou, ik heb er een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Maar we moeten afwachten wat het wordt. Dus, maar u heeft in ieder geval al genoeg ingeslagen. Ik heb, ik weet niet of de HEMA ook dicht gaat, maar ja, denk u wel. Ja, je moet er koffie hebben, dus er was koffie gehaald. Puzzelboekjes gehaald natuurlijk, die gaat ook dicht denk ik, de Bruna. Dus er blijft niet veel over. Ja, ik vind wel dat het nodig is, omdat de besmettingen weer stijgen. Dus dan kunnen ze natuurlijk dat voorkomen dat er meer mensen besmet raken en overlijden, zeg maar. Ja, ja, want alle scholen gaan dicht tot 19 januari en dan heb je dus online les. Uh-huh. Vinden jullie die online lessen fijn of? Nee. Nee. Nee, ja, je doet er eigenlijk heel weinig en je hebt er niks aan. Maar ze hadden het gewoon veel eerder moeten doen. We hebben nu half jaar of zo een beetje af en aan gehad. Dus ze hadden het gewoon na de zomer of zo moeten doen, dan zouden we vanaf zijn geweest. Ja, want dan zit je ook echt helemaal niet in ritme. Nee, je bent thuis alleen maar veel actiever dan op school. Ja. En op school bouw je wel ritme op en thuis word je gewoon 1 minuut voor de les wakker. En dan begin je. Totaal geen motivatie om aan school te werken eigenlijk. Nee, precies. Ja. Dus jullie vinden het eigenlijk helemaal niet fijn? Nee. We zijn voor de laatste keer nog even naar de Aldi gegaan. Ja. Maar denken jullie dat het wel gaat helpen? Want op school ben je natuurlijk wel met veel bij elkaar. Ik denk zeker dat het gaat helpen eigenlijk. Want ja, iedereen zit op elkaar op school. Ja, sowieso. En dan kunnen ze wel andere maatregelen gaan nemen. Maar ik denk dat het wel nodig is dat ze de scholen gaan sluiten. Denk ik zeker wel. En jullie hebben ook bijna toetsweek, hoorde ik net. Mm-hmm. Ja. Wat vinden jullie ervan dat het dan net voor de toetsweek weer omslaat? Best wel vervelend, omdat je zit nu zeg maar in de tweede periode. Na de tweede periode hebben we nog een periode en dat is dan extra krap, omdat we dan later een toetsweek krijgen en daarna en nog kortere tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe toetsweek, zeg maar. Ja, en de toetsweek ook, want ja, wij zitten nu ook midden in de toetsweek. Ja, de toetsweek komt er ook aan en volgens mij wordt dat dan ook zeg maar helemaal anders gedaan en zo en het is allemaal niet heel fijn. Ja. Het is vandaag maandag en normaal zijn jullie dicht, vandaag zijn jullie open. Ja. Ik neem aan dat het komt door de nieuwe maatregelen die vanavond vanaf 12 uur ingaan. Wat vind je van deze maatregelen? Ja, het is drastisch. Het was schrikken, heel erg schrikken. Nou kregen we eindelijk weer een beetje een drukke tijd. Dat we een beetje omzet konden draaien. En dat gaat niet door. Terwijl ik dan denk van, nou ja goed, hier in Boksel in zo'n klein dorp is het eigenlijk allemaal heel goed geregeld. En de grote steden met de Black Friday en de Efteling open. Ja, dat is wel een beetje dubbel. En daar word ik wel een klein beetje boos van. Ja. Ja, want de musea's en zo gaan nu ook allemaal dicht. Vind je alle regels, ben je het met alle regels eens? Of want de winkels dan niet helemaal? Nee, ik ben het zelf niet met alle regels eens. Nee. En de prostituees is gewoon open mogen. En wij hebben hier mondkapjes en we proberen ons eigen aan de regels te houden. En je mag niet open. Ja, dat is een beetje zuur. En heb je net vandaag gemerkt dat het vandaag iets drukker is omdat mensen toch... Nou, normaal ben ik dicht en ik had zoiets van, het is gewoon echt druk in het centrum. Want iedereen weet natuurlijk dat we morgen om 12 uur, dan is het klaar. Dan is alles dicht. Dus ja, de mensen komen toch even de laatste kerstinkopen doen. Ik merk vooral vandaag dat het bijzonder druk is en dat mensen elkaar niet uit de weg gaan. Terwijl ik dat in de weken hiervoor wel merkte. Dat mensen werkelijk een eind opzij gingen. Rekening hielden met een ander. En op dit moment zie je het bijna niet. En mondkapjes buiten. Ja, ik heb het nou zelf ook niet op omdat ik nu het niet nodig acht. Maar als het heel erg druk is, moet je het wel doen, dacht ik. En waar denkt u dat het toch komt dat het weer drukker is?
Ja, kerstmis natuurlijk. Kerstinkopen. Dat doen wij, op dit moment ook, ja. En het is ook erg druk in de stad bijvoorbeeld om kerstinkopen te doen. Wat vinden jullie daarvan? Denken jullie niet dat mensen het beter online kunnen doen of snappen jullie het? Ja, ook daar is het nou heel druk. Hè? Ja, online is heel druk. En de verse producten, hoe haal je die online? Ik zie, blijft er gewoon open. Ik zie wel een taart via de Ali laten komen. Ja, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet.